stond ik in de lift van 3FM, samen met Certain Animals. En zij pitchten een liedje in 30 seconden, speciaal voor jou. En jij mocht vervolgens laten weten of je het hele liedje wilde horen. Nou ja, de stemmen zijn geteld. Daar staan ze. Jee, hey. Wacht een licht uit. Ja, wanneer hebben jullie meegedaan aan de popronde? Nu. Nu, ja. Oh, jullie doen er mee? Yep. We spelen morgen in Arnhem, toevallig. Oké. Okay. Toepasselijk... Hè? Waarom, ja, waarom is dat toepasselijk? Kevin van Arnhem. Oh. Ja, sorry voor Kees humor, hè, trouwens. Ja, precies. En de dag erna Sittard. Is dat nog toevallig? Iemands achternaam of zo? Nee. Nee. Van Sittard. Daarna Hoorn, hè? Daarna Hoorn. Zondag. Ja. Nee. Hey, tof dat jullie zijn. Hoe waren die 30 seconden zojuist in de lift? Wat vond je ervan? Ja, superleuk om te doen. En misschien wel het kortste en het kleinste optreden ooit. Ja. Ik denk dat het niet sneller, korter of in een kleinere omgeving gaat plaatsvinden. Ja. Nee. Want hoe is dit Rotterdams trio bij elkaar gekomen? Nou, Niels en ik die speelden al samen. En toen hadden we een drummer en die ging pleiten. Ja. En toen dachten we, ja, we geven die zomaar op. We gaan even kijken of we nog iemand kunnen vinden. En toen vonden we heel snel Kees. En dat is een jaartje terug nu. Ja, ik denk, we zijn vanaf december live aan het spelen. Ja. Daarvoor een paar maandjes geoefend. Ja. Maar inwerken, zo gezegd. Ja. En nu staan we hier. Ja. Zelf in de pot, vrienden. In de lift. En met de muziek, is er inmiddels een EP uit of gaande of een album? Hoe staat het daarmee? We hebben singles uit. Ja. Hey. Dus laat even de cover zien van het singeltje. Daar staat Image op. Ja, toevalligerwijs. En dat is een vinyl singeltje. Ja, vet. Ja. Dus die hebben we eerst uitgebracht. En we zijn nu eigenlijk tijdens de popronde ook gewoon knetterhard aan het opnemen. Om een EP'tje aan het eind van het jaar te releasen. Ja, ja. Het plan is eind november, december. Ja, ongeveer. Zoiets. Dus, heb ik het goed begrepen dat jullie studio in Rotterdam voorheen een afwerkplek voor hoeren was? Ja, correct. Ja, ja. Is de geur van rauwe seks daar nog te ruiken? Ja. Ik heb nogal wel eens nare beelden op mijn netvlies als ik daar s'avonds loop. Ja, in het begin was het echt letterlijk dat we aankwamen en dat er gewoon spuiten nog lagen en zo. En dat een autootje in de verte. Ja, en dan zo, we gaan met ook twee mensen zitten erin. Maar hoe dan? Hoe is deze plek dan nu een studio geworden? Het is een oud havengebied, oude fruithavens. Ja. En dat hebben ze helemaal opgeknapt. Maar ja, toen wij daar begonnen, toen was het nog niet zo heel erg opgeknapt, zeg maar. Maar goed, de beste muziek ontstaat aan de hand van drugs, heb ik begrepen. Toch een beetje rock and roll is dat? Ja en nee. Ja, niet per se van de naalden waar je doorheen loopt. Zeg maar. ik denk dat bij ons vooral het geval is dat het gewoon van onze eigen scheten dat we daar high van worden. Dat we daarvan liedjes schrijven. Ja, hoor je dat toevallig terug in het nieuwe liedje Image? Van, nee. Geen scheten. Wat ruik ik nou? Ben jij dat, Kees? Nee. Ja, maar wel echt altijd. We gaan het er niet verder over. Okay. Zullen we naar de track gaan luisteren? Ja, top. Top. Wie wil hem aankondigen? Nou, Niels, aan jou de eer. Ja, Niels. Nou, dames en heren, jongens en meisjes. Hier komt hij dan, Certain Animals met Image. Certain Animals op 3FM en het liedje heet Image. Dat was hem dan. Ja. De primeur. De landelijke radio. Ja. Ik zie dat jullie ook recensies hebben gehad van Hugo Borst. Ja. Hoe dan? Daar zijn we gewoon langs gegaan. Ja, ja. De beste man woont in Rotterdam en we dachten, we gaan op de koffie. En we gaan hem, serieus hè, we hebben niks van tevoren laten horen of weet ik veel wat. We zijn met die clip, we hebben heel veel Rotterdams hebben gevraagd om te luisteren en die reactie filmden we dan. Ja. Dus gewoon droog daar naartoe gegaan en laten horen. En dat was echt een oprichte reactie toen dat nummer afgelopen was. Dit was zijn reactie. Tyfus goed nummer. En dan nog een recensie van Martin van Waardenberg. Ja, held. Held, briljant. Dat is ook zo'n echte Rotterdammer, is het al. Ja, zeker. Ja. Ja, je kent hem wel van, dat zeg ik, denk ik. Oh ja, precies. En die zei namelijk dit. De pleur is wat goed. Je blaast iedereen weg. Goeie gitaar, zeg. Hey. De tering. Heerlijk.
Heerlijk gitaartje. Ja, de rest kan naar huis. De rest van Nederland kan naar huis. Geweldig nummer. Aanschaffen die plaat. Ja, die plaat wil ik hebben. Leuk, Martin. Ja, ja. Dankjewel, Martin. Hey, morgen staan jullie in Arnhem. Arnhem, veel plezier en thanks dat jullie hier waren. Jij bedankt, Joop. Jij bedankt.